Dag iedereen, welkom terug bij Bio met Video. Vandaag gaan we kijken naar de functie van de wortels van de plant, dit. En we gaan kijken naar de verschillende typen, dus de verschillende worteltypen die er zijn. De meeste wortels van een plant liggen in de bodem. Je kan ze niet meteen zien. Als je kijkt, zie je ze niet meteen. Dus als je kijkt naar die pot, dus in die pot, zijn de wortels van deze planten. Wat je nu ziet zijn verschillende wortelsoorten van verschillende planten. Je merkt dat ze gewassen zijn. Dus ik heb eigenlijk zand of klei ervan afgehaald. We gaan dan nu kijken naar de verschillende worteltypen. Oké, als we kijken naar de wortel van deze plant, bestaat deze wortel uit een hoofdwortel. Dat is deze. Dus vanuit de stam naar onder is de hoofdwortel. Je merkt dan vertakkingen. Deze vertakkingen worden zijwortels genoemd. En als je goed kijkt, hebben de zijwortels kleine uitstulpingen. En die kleine uitstulpingen worden wortelharen genoemd. Je ziet het. Dit is eigenlijk het wortelstelsel van een tweezaadlappige plant. Een hoofdwortel bestaat uit een hoofdwortel en zijwortel. Dit is het wortelstelsel van een tweezaadlappige plant. Dit is het wortelstelsel van twee andere planten. Maar je merkt dat het niet hetzelfde is als de vorige plant. Dus niet hetzelfde is als deze. Deze wortels, als je goed kijkt, zijn ongeveer evenwijdig van aan elkaar. Deze wortels worden dan bijwortels genoemd. Je vindt ze meestal bij eenzaadlappige planten, bij grassoorten, citroengras. Dit is een plant, citroengrasplant. Dit is een gras. En deze wortels zijn evenwijdig gegroeid. En als je goed kijkt, hebben ze ook wortelharen. Kleine uitstulpingen aan het uiteinde. En die wortelharen zorgen ervoor dat genoeg water en voedingsstoffen uit de bodem wordt opgenomen. Zodat de plant goed kan groeien. Je ziet dat deze plant slap hangt. Omdat het vocht is verloren. Een van de functies van de plant is het opnemen van water en voedingsstoffen uit de bodem door de wortels. Deze planten zijn al een poos uit de grond gehaald en het hangt slap. Dus een van de functies is opnemen van water en voedingsstoffen uit de bodem. We kijken nu naar een overzicht van de functies van de wortels. 1. Vastzetten van de plant in de bodem. 2. Opnemen van water en voedingsstoffen uit de bodem. En 3. Opslaan van reservevoedsel. Als je deze video leuk vindt, druk op like, comment en voor meer video's subscribe.